Gezonde voeding, voldoende bewegen en slapen is belangrijk voor kinderen en volwassenen. Via het programma Fresh in de Les wil Stadsdeel Amsterdam-West deze drie thema's in de wijk onder de aandacht brengen. Daarom vinden er in samenwerking met buurtorganisaties, ouder-kindteams, scholen, bewoners en professionals een maand lang allerlei leuke en sportieve activiteiten plaats. Nou, het Fresh in de Les is een programma waarin we ouders en kinderen bewust maken van dat het belangrijk is om gezond te eten, op tijd naar bed te gaan en veel te bewegen. En op al die treinen doen we activiteiten. Met de moeders gaan we koken, met de kinderen zorgen dat ze lekkere fruithapjes hebben. We organiseren van sportactiviteiten en dit is er één van, dus vanmiddag een voetbaltoernooi. Het Freshfeest is één van de vaste ingrediënten waar de kids heerlijk kunnen rennen, springen en spelletjes spelen. Het plezier spat er vanaf en iedereen krijgt er energie van. Nou, zoals je ziet, we zijn hier met een penalty shootout bezig. Kinderen beginnen achter de oranje pion en dan proberen ze te raken. Als ze hebben gescoord, moet je op doel. Kinderen zijn lekker bezig en lekker aan het bewegen. Als jullie klaar zijn, mogen jullie de olijven in de bak. Wij gaan gezonde smoothies maken en we zijn net klaar met de gezonde salade. En nu zijn we bezig met de smoothies. Ook in dit buurthuis wordt volop met gezond voedsel geknutseld om de kinderen te inspireren thuis ook vaker voor gezond te kiezen. Gezond eten, dat is belangrijk voor ons. De kinderen zijn enthousiast en vertellen thuis wat ze allemaal geleerd hebben. Je kan ook met fruit een mix maken en dan in brood beleggen. Ook volwassenen worden in het programma meegenomen. Bijvoorbeeld met slenteren in het Erasmuspark. Nou, het slenteren is eigenlijk meer bedoeld juist voor de professionals en bewoners. Dus ik heb zoiets van, nou, kom naar buiten, doe ook eens een wandeling. In dit buurthuis geven diverse consulenten gezondheidsadviezen aan volwassenen. Bos en Lommer kreeg 10 jaar geleden een eigen Johan Cruijffkoord. De kinderen uit de Koninklijke Kids zijn fanatieke voetballers. En die hebben in 10 jaar tijd een Cruijffkoord versleten. Dus het was tijd voor een nieuwe. Dus we hebben nu een nieuw Cruijffkoord voor ze aangelegd. Deze is ooit geschonken door het Nederlands elftal en geopend door Johan Cruijff zelf. Daar zijn we heel trots op. En daarom een mooie nieuwe Cruijffkoord voor de kids. En dan kunnen ze deze in 10 jaar weer helemaal afvoetballen. Met een welgemikte penalty opent de portefeuillehouder Sport het prachtige nieuwe veld. Fresh in de Les is enorm uitgebreid. Te veel om op te noemen. Volwassenen en kinderen krijgen bijvoorbeeld coupons voor gratis proeflessen bij sportaanbieders. Ook is er een weerbaarheidstraining gegeven door een topsporter. Deze kinderen schrijven samen met een bekende schrijver een bedtijdverhaaltje. Daarnaast zijn er op vele plaatsen in de wijk freshfeesten en activiteiten zoals een interactieve theatervoorstelling en gezond snoep maken. We hebben een grote bak mengelmoes met gedroogde vijgen, gedroogde abrikozen, rozijnen en dadels. Daar krijgen ze een klontje van en daar kunnen ze balletjes van rollen om bonbons te maken. Daar maken kinderen de mooiste creaties van. Samen bewegen is geweldig en jong geleerd is oud gedaan. Tijdens de Fresh Weken doen de kinderen en hun ouders een geweldige ervaring op. De kinderen mogen zelfs slapen in het park op een heuse buurtcamping, maar gaan ook hier gewoon op tijd naar bed. Fresh in de Les is niet alleen leerzaam, maar ook spannend en leuk. Het is van ons allemaal. Doet u volgend jaar ook mee?